In deze film nemen we je mee op de Wengeralpbaan, een van de beroemdste tandratbanen in Zwitserland. Het is de langste doorgaande tandratbaan van het gebied rondom de Jungfrau en onderdeel van de Jungfraubanen. De trein verbindt Lauterbrunnen en Grindelwald met de kleine Scheidegg. Wij stappen op in Wengen. In de winter worden de treinen hoofdzakelijk gebruikt om skiers te vervoeren. De lijn voert dan ook door een van de fraaiste skigebieden van Zwitserland. Dit hele gebied ligt ongeveer in het midden van Zwitserland, in het kanton Bern, zo'n anderhalf uur met de auto vanaf Basel. Het rollend materieel is modern en heeft een hoge capaciteit. Deels voorzien van lage vloer voor een makkelijke instap met al die skiers. Zoals veel Zwitserse treinen zijn ook deze gebouwd door de Zwitserse firma Stadler. Maar het oude materieel is ook te zien in de dagelijkse dienst. Dat is gebouwd door SLM en ABB. Ook niet ongebruikelijk. Hele oude treinen die gewoon meedraaien in de dienst als dat zo uitkomt en iemand er zin in heeft. De kleine Scheidegg is meteen ook het einde van de lijn. Maar je kunt nog verder en dat gaan we beslist ook nog wel een keer doen. Vanuit de kleine Scheidegg kun je namelijk met de Jungfraujochbaan verder reizen, de Jungfrau op, nog hoger. Dat doen we een volgende keer.